Ajax ontvangt de nummer 9 Telstar. Het is de enige nog serieuze achtervolger van Twente. Maar het heeft deze winter wel de gangmaakster van het spel, Victoria Pelova, moeten laten gaan. En dat laatste is te merken in Amsterdam. Het creëert wel wat kansjes. Hier is een aardige poging van Chastity Grant. Maar de eerste helft is weinig enerverend. Hier moet Ashley Weerde de score gaan openen voor Ajax. Maar het lukt niet. Een goede redding van Kelly Steen. Maar Weerde, overgekomen uit Frankrijk dit seizoen, weet dat ze hier de score had moeten openen. Slechte terugspeelbal van Kelly de Sanders. En dan kan zomaar Telstar op voorsprong komen. Lise Kop redt uiteindelijk. Maar het zou een goed vervolg zijn voor Telstar, want het is bezig aan een goede serie. De laatste drie wedstrijden werd er knap gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. Toen een knappe overwinning op PSV. En hier had eventueel wat ingezeten, maar het is uiteindelijk toch Ajax wat de score opent. Tini Hoekstra uiteraard. De paas is van Rosa van Gol, de beoogde opvolgster van Pelova. Die geeft heerlijk mee aan Chastity Grant en die houdt het overzicht. Het is de 9e assist van Grant en Hoekstra voor de 12e keer in 12 wedstrijden. Hoekstra kan de wedstrijd beslissen. Dit is een keihard schot, maar Kelly Steen bokst de bal uit het doel. Sabayo kan dan de marge vergroten, maar het is eerst een goede redding van Kelly Steen. Maar die is dan wel uit het doel. Helemaal verdwenen. De bal wordt nog wel van de lijn gehaald. De aanval loopt door. Nog een keer Sabayo, maar die maakt dan hands. En dan wordt deze goal dus afgekeurd. Het blijft benauwd in Amsterdam voor Ajax. Nadine Noordam nog met een schot. Maar ook die gaat er niet in. En ook Spitsen kan de score niet vergroten. Ajax boekt een benauwde zege en blijft in het spoor van Twente. Maar gemakkelijk gaat het niet.